Hallo lieve Ram, leuk dat je er weer bent. Vandaag een weekvideo, week 16, 18 april tot en met 24 april. Het is een algemene reading, het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen, maar haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve Ram, wat is het hoofdthema voor jou voor deze week? Kom tot jezelf, kom tot rust. Ga wat meer naar buiten, ga wat meer de natuur in. Ik merk dat je dat nodig hebt om ook inzichten te krijgen. Je bent heel sterk, alleen je bent je er niet altijd van, ja, je bent er niet altijd van op de hoogte dat je zo sterk bent. Ik merk dat je soms ja, wat liever tijd neemt met niks doen dan bijvoorbeeld de natuur in te gaan. En ik merk liever aan dat je dat nu echt wel nodig hebt. We gaan eens kijken, lieve Ram, wat kan jij deze week verder verwachten? Wat kan de Ram deze week verwachten? Hoe verloopt deze week? Ik heb het gevoel voor een aantal van jullie, lieve Ram, dat jullie ook wat meer kinderen gaan helpen en gaan begeleiden, maar ook wat meer bezig gaan met je eigen innerlijk kind. Je gaat hoger op, je komt wel wat meer tot bloei. Nieuwe inzichten komen er naar je toe. Ook een soort van rust en een soort van overview van wat er allemaal is gebeurd. Je hebt soms het gevoel dat je er alleen voor staat. Het gevoel dat je vastloopt en niet zo goed meer weet welke richting je op moet. Weet dat je dat los kan laten en dat het nu misschien even als piekeren voelt. Maar achter de wolken schijnt de zon, dus de zon komt ook weer voor jou door. Dus het is belangrijk. Blijf gefocust op wat je wil en weet dat hulp onderweg is. Laat dingen ook wat losser. Je bent nu te veel gefocust op waar sta ik nu. Maar kijk vooral ook naar waar wil ik naartoe. Er komt voor een aantal van jullie wat meer geld naar je toe. Het voelt als piekeren komt wat meer tot rust. Eigenlijk hele positieve kanten komen nu. Deze week. Je gaat knopen doorhakken. Je staat goed in verbinding. En je gaat eigenlijk het geluk weer achterna. Dus ik zou zeggen, laat je twijfels vooral los, lieve Ram. Er komen nieuwe benaderingen naar je toe. Ook ga jij anders in het leven staan, waardoor je dingen anders gaat benaderen. En blijf positief. Zoek de lach op van deze week. Want lachen is gezond en dat brengt ons vaak weer wat meer openheid en nieuwe inzichten. Ik zal even kijken nog naar positiviteitskaartjes. Ik kan samen delen en spelen. Pak dingen spelenderwijs aan. En mijn talent is wat ik goed en makkelijk doe. Kijk vooral naar successen. Kijk vooral naar wat goed verloopt. Kijk vooral naar waar jij je goed bij voelt. Onderneem ook dingen die jij echt leuk vindt. Want daarin kom je dus ook op een hoger energielevel. Lieve Ram, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Het was kort, maar krachtig. Heb je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Ik zou zeggen, doe het. Verder kan je een like achterlaten of een comment. Volg je me nog niet op Facebook en Instagram? Ook daar komen hele leuke dingen voorbij. En soms bied ik daar ook winacties op. Wil je eerder 1-op-1 reading? Dat kan ook. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Lieve Ram, bedankt voor het kijken. Ik hoop in ieder geval dat je een beetje steun ervaren hebt uit deze video. En wie weet tot de volgende keer.